Colombé, welkom. Dankjewel. 2018 was denk ik toch een bewogen jaar in politiek. Hoe heb je dat beleefd? Ja, met eigenlijk met veel emoties. Want het is een jaar geweest waarin dat het bijvoorbeeld aan de sociale kant niet goed ging. We hebben ongelooflijk veel onzekerheid gemerkt bij de mensen, steeds meer. En het is in een fase, we zijn 10 jaar na de bankencrisis. De verantwoordelijken van de grootbanken zijn vrijgesproken en de mensen hebben betaald. Ja, dat is ongelooflijk. Fortis, Belfius, geen vervolging. Ja. Hoe wereldvreemd is het gerecht dan, vraag ik me af? Ja, het is breder dan alleen maar naar het gerecht kijken. Het is een heel systeem. Maar het is wel de essentie, vind ik, van wat mensen zien. Dat is, zij hebben betaald. Het volstaat niet meer om uw best te doen en te werken. Dan raak ik met moeite rond. Ja. En zij erven een rijhuis en ze betalen er 10.000 euro's op. En Freire sterft en die betaalt niks op zijn 6,6 miljard. Wat gebeurt dit jaar, hè? En ze hebben een parkeerboete en de grote middelen worden ingezet. En die grootbankiers die rijk zijn en heel het systeem omver geworpen hebben, die gaan vrij uit. Ja. Het een is verjaard, het ander is niet te bewijzen. Dus het is gewoon... En die onzekerheid bij mensen... Eigenlijk vragen ze niet meer, als we ons best doen, zorgt dat we er geraken. En dat is toch het vuilste geweest bij de bevolking, denk ik. Allee, los van de politieke instabiliteit die er al heel het jaar was. Het is een heel jaar politiek instabiel geweest. Ja, en die regering valt dan uiteindelijk helemaal niet over dat sociale of over het onrechtvaardigheidsgevoel, maar over een totaal andere kwestie, over een VN-verdrag bij God, laten we zeggen. Ja, het zat een beetje eraan te komen, ook aan een paar mensen gezegd, dat de kans bestond dat voor nieuwjaar de regering ging vallen. Mm-hmm. De redenering was een beetje, het is al eerder gebeurd, en dat is meestal de N-VA die er eigenlijk dan uittrekt om niet meer bij het systeem te zijn, ja. niet meer bij de traditionele partij, maar voluit in campagne gaat om te zeggen, wij zijn anders, wij hebben principes. Mm-hmm. En na de zomer was er ook al sprake van een kans op een val. Mm-hmm. Dat was een andere reden. Dat is dan niet doorgegaan, want het was niet fel genoeg. En blijkbaar dat migratiepact dan. Wat bedoel je nu? Na de zomer was er ook instabiliteit in de regering en was er discussie over het zomerakkoord. Ja. En dan zagen we ook dat er stemmen op kwamen van ja, misschien gaan ze toch nog vallen. Misschien gaan we samenvallende lokale federale verkiezingen. Eigenlijk was dat al het plan een jaar voordien. Helemaal op het einde rond de Soedan-crisis was er ook heel veel spanning. Ja, tuurlijk. Als je dat dan als partijvoorzitter beleeft, sta je daar dan, zeker nu met die val van eerst Michel 1, dan Michel 2, is dat, want jullie zijn uiteraard oppositie. Mm-hmm. Jullie hebben uiteindelijk ook het finale, de motie van wantrouwen, ingediend. Ja, ze is zelfs nooid ingediend geraakt. Nee, juist, he, maar heb je daar dan plezier op een of andere manier aan? Nee. Het grootste probleem voor ons is eigenlijk dat als je het verschil ziet tussen wat dat er... Bij de mensen gebeurt en de politieke kwestie, dat is heel nadelig voor oppositie en zeker voor de socialistische partij. Mm-hmm. Men vindt zelden nog de echte discussie zijn hoofdzaak. Mm-hmm. Voor mensen bedoel ik dan. Dus heel het politieke theater krijgt massa's aandacht, maar het maakt het alleen maar erger bij de bevolking. Terwijl een heel klein voorbeeld, hè, op het moment dat de regering dan definitief eigenlijk de premier gaat naar de koning en is dan echt voor de eerste keer ontslagnemend, na 10 dagen regering. Op die moment was eigenlijk de discussie, laat het parlement zijn werk doen. Mm-hmm. En dan ontstaan de nieuwe onzekerheden. Een van de dingen was de welvaartsaanpassingen, het verhogen van de kleinste pensioenen en de ziekteuitkeringen. En dat is in die week dat de premier naar de koning gaat, wordt dat dan in het parlement neergelegd en ook gestemd en dat wordt weggestemd. Mm-hmm. Dus voor mij een goed voorbeeld van, dat krijgt eigenlijk geen aandacht, terwijl dat eigenlijk over tienduizenden mensen gaat. Dat krijgt geen aandacht, het politiek theater des te meer. En dat is geen voordeel voor een oppositiepartij die als belangrijkste item de zekerheid terugbrengen bij mensen, zorgen dat de inkomens verbeteren, de pensioenen, en dat de facturen naar beneden gaan voor veel mensen. Het theater staat in de weg van de echte discussies. Het is aan ons om ze terug te brengen en ik denk dat ook wel gaat gebeuren volgend jaar. Wat blik is meteen vooruit op 2019? Wat moet dat brengen voor jou en voor SPA? Ik denk dat SPA zeer duidelijk moet stellen dat wij enkel met die inhoudelijke discussie gaan komen. En aangezien dat
het parlement aan zet is, is het ook een zaak om te tonen dat het maakt niet uit wat het mediagebeuren is, het maakt niet uit wat het politieke steekspel is. Mm-hmm. Wij moeten ervoor zorgen en duidelijk nu als enige dat die inkomens omhoog gaan, dat die facturen naar beneden gaan in de bevolking. Maar maak dat eens concreet dan. Zeer moet concreet. Terug in de regering? Want als je dat wilt doen, dan moet je eigenlijk toch terug aan de macht zijn. Ik denk, nee, niet noodzakelijk. Er komt een periode voor die verkiezingen. Ik ga er eigenlijk vanuit dat de verkiezingen in mei gaan vallen. Ja, oké. Okay. Er gaan nog serieuze pogingen zijn om dat te vervroegen, maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar je weet maar nooit. Hè. Ja. En in die periode al denk ik dat wij in het parlement daar een vuist moeten maken. Want... Ook het grote ding waar wij mee zitten, eigenlijk zijn de mensen het eens met onze redenering. En zijn ze niet overtuigd dat ze daarom op ons moeten stemmen. Nee, dat lijkt me de paradox. Dat is de paradox. Nee, het potentieel, het aantal mensen die op ons zou overwegen om te stemmen, dat blijft gelijk. Dat is niet veranderd. Maar de verzilvering naar... Maar de mensen die zeggen van we gaan toch voor hen kiezen nu, dat is kleiner. En dat heeft voor een stuk te maken dat we die vuist... Het zal een vuist moeten zijn, die vuist moeten kunnen maken op die dossiers. Want wat ik eerst zei, het onrecht, de onrechtvaardigheid van de grote blijven maar gaan lopen. Dat is al die jaren ons punt. Ik ben 3 jaar staatssecretaris van fraudebestrijding geweest, waar dat eindelijk een keer de diamantairs en de grote vermogens wel betaalden en niet de gewone mensen. Hetzelfde gaat nu moeten gebeuren met de pensioenen, met de inkomens, met de elektriciteitsfactuur. Ja. Dus die zekerheid terugbrengen bij mensen dat niet altijd in hun bak komt. De bankencrisis, de mensen hebben dat betaald, hè. Ja. 25 miljard belastinggeld. Oké, maar maak eens uw redenering af dan. Je zegt van we moeten dat beter verzilveren. Wilt het dan zeggen dat oppositie misschien toch niet zo goed gevoerd is door jullie? Je ziet dat de verschuiving richting groen gaat eigenlijk in oppositie. Ja, maar er zijn altijd tendensen. En de tendens bij ons is, en ik denk dat dat de samenvatting is die vaak wordt gegeven, die SPA is al 3 jaar aan het veranderen. Uh-huh. En de vraag is wanneer dat terug die overtuiging gaat brengen. Wanneer gaan die mensen die op ons zouden kunnen stemmen het ook effectief weer doen? Ja. Daarnaast natuurlijk is het zo dat groen, en dat is een zeer gehunt... in een positieve flow zit als het alternatief. Mm-hmm. En wellicht bij veel van die mensen dan de overweging voor wat kiest je. Het punt zit dan bij de bevolking, wanneer geloven ze dat je het verschil maakt. En vroeger keken ze vaak naar wat wij gedaan hebben. Ja. De vorige grote crisis, het is binnenkort de verjaardag van de sociale zekerheid, volgend jaar bestaat die 75 jaar. De vorige wereldcrisis op de beurzen en van de banken, die is gevolgd door de sociale zekerheid. Ja. Mensen bescherming geven tegen ziekte, invaliditeit, noem maar op. Mm-hmm. En deze crisis, de bankencrisis, 10 jaar later, de mensen hebben betaald. En er is niks gekomen. Eerst belastinggeld in die banken steken, miljarden. En dan nadien in de facturen. Ze zagen in de elektriciteitsfactuur en de diesel al de belastingen komen. Maar is en dat het omgekeerde. Het moeilijke ook van dit jaar geweest? Je had ook die gemeenteraadsverkiezingen, een aantal steden met heel visibele burgemeesters... eigenlijk niet beloond door de kiezer, hè? Dat beleid van SPA. Ja, ben het er... Je bent er hoeveel kwijtgespeeld in de... Ik ben het er eigenlijk niet helemaal mee eens. Nee. Omdat... Maar je bent ook Brugge, Oostende, Gent... Ja, waren socialistische burgemeesters? Ja, natuurlijk. Ik ben het er wel mee eens dat we burgemeesters verloren zijn. Hmm. Het is niet zo dat we nergens beloond zijn voor ons beleid. En wat bedoel ik daarmee? Ja. De meest opmerkelijke score was natuurlijk Mohamed Ridouani. Die... Ja. Zeer veel meer voorkeurstemmen dan Louis Tobak haalde de vorige keer. Maar ook in andere steden... Was Louis Tobak ook wel een klein beetje op zijn einde. Hè? Mo haalt meer stemmen dan dat Louis haalde toen dat hij niet op zijn einde was. Ja. En dat is heel straf. Ja. Maar je ziet in een aantal andere steden dat ofwel nieuwe mensen, en dat is niet van die grote orde, ofwel... Als partij, als we lang bestuurd hebben, dat we vaak nog altijd of veel zetels halen, of zelfs de meeste stemmen. Dus niet beloond. We hebben in veel steden nog altijd veel stemmen gehad. Het beeld is natuurlijk, als je minder burgemeesters hebt, dat je het ook in de steden moeilijker hebt. We hebben in een aantal kleinere steden zijn we er zelfs op vooruit gegaan. Maar het blijft wel het algemene beeld. Laat ons positief blijven, hè, met de stijnen. Want ja, ik heb een lichtpunt gezien in Ginny Bales. Zie je die ook? Of? Ja, absoluut. Is dat iemand die straks nationaal ook een kans krijgt? Of gaat die toch in Antwerpen met Bart Wel, we zijn op het einde van het jaar en we weten dat eigenlijk nog altijd niet. Mm-hmm. Dus Ginny is wel iemand van een zeer rechte lijn. Flik. Ja. En
En zij is zeer goed in staat om dat zelf in te schatten. En dat is opmerkelijk, dat is een talent. Zij was in de debatten een talent. Hè. De Bart Wever had een beetje schrik van haar, hij zag dat in zijn ogen, en terecht. En nu wilt hij haar inleiden. En ja, misschien daarom. Maar zij is zeker een talent. En haar talent komt eigenlijk van haar echtheid. Mm-hmm. En dus ja, ik zou niet liever willen dan dat zij een prominente plek krijgt, maar ze gaat dat zelf mee beslissen. Oh, ja. En we zijn al redelijk dicht tegen het einde van het jaar en we weten dat eigenlijk nog altijd niet. Maar dat de SPA-voorzitter almachtig waren. Ja, maar ik wil dat ook niet. Nee? Ik heb duidelijk gezegd als ik begon van er moeten nieuwe mensen bij komen. We hebben een mix nodig van ervaring en nieuwe mensen. Mm-hmm. We hebben te weinig vervuild en we zijn te lang hetzelfde blijven doen en denken dat zou gaan. Want je dat neemt voor 2019 wel een risico. Hè? Je hebt al twee lijsten gepresenteerd, als ik me niet vergis. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, waar jullie eigenlijk piepjonge kandidaten naar voren schuiven en een radicaal andere SPA minstens al qua parlementsleden gaan presenteren. Er zitten zeer jonge mensen tussen en nieuwe mensen, niet alleen trouwens. Mm-hmm. De nieuwe kandidaten zijn niet alleen piepjong, maar er zitten ertussen. Okay, maar, ja. Dat is natuurlijk het meest zichtbare, maar het zijn allemaal ook mensen die in de buik van de partij al jaren aan het groeien zijn. Hè. Mm-hmm. De jongste staat na mij op de Kamerlijst, dat is Melissa de Pratere, die is 26. Van het fameuze defensiedossier? Die het dossier van de straaljagers heeft gedaan, ja. En die eigenlijk al 5 jaar in de buik van de partij gegroeid is, dus die is daar heel erg klaar voor. Mag ik daar We hebben dat ook zeer bewust. Die straaljagers, tuurlijk. Was eigenlijk op een gegeven moment echt een kans voor jullie? Ja, die dan geëindigd is met die fake mails en hoe heb je dat ervaren? Well, dat is zeer lastig als je. Kijk, maar bij mij, ik heb daar ook een principe. Als je ziet dat er dingen gebeuren die echt niet kunnen, hè, want de bevolking is hier bedrogen geweest op de ergste manier. Dat zal je ook bedoelt over de aankoop van de straaljagers, die F-35's. En de regering beslist wat ze willen, maar de bevolking moet wel de waarheid kennen. Mm-hmm. En dan steekt je nek uit of je steekt hem niet uit. En als je nek uitsteekt, weet je dat je ook in de media een patat kunt krijgen. Mm-hmm. Ik heb die gehad, maar ik zou het niet anders doen. Ik bedoel, als ik het niet doe, ik ben voorzitter van de grootste oppositiepartij. Ik heb dat gedaan, Dirk van der Malen heeft dat gedaan. Als ik het niet zou doen, dan vind ik dat ik niet in de politiek moet zitten. Als je op zo'n dossier, waar de bevolking nog een keer miljarden gaat betalen, hè, terwijl de kinderarmoede is gestegen, we hebben een recordstijging gezien bij de voedselbanken. Mm-hmm. Er zijn 60.000 mensen onder deze regering die langdurig arbeidsongeschikt zijn geworden, mensen die uitvallen. Mm-hmm. En allemaal maar besparen op die mensen en tegelijkertijd worden ze bedrogen met een aankoop van straaljagers die hyperduur zijn, nog altijd niet werken en volledig onder de soevereiniteit, kunnen u inbeelden, van Amerika worden gebracht. Ja. En iedereen zweeg, want ja. Het is een groot lobbydossier, het gaat over miljarden en het is gevoelig en het is gevaarlijk. Ja, het is gevaarlijk. Ik heb de reactie van de media ook gezien. Mm-hmm. Maar, ja, maar dat was natuurlijk een stukje nadat bleek dat die mails waar jullie een deel op gebaseerd hadden vals waren. Hè? Er zat inderdaad een mail in waarvan men zegt dat die vervalst is. Ik weet het niet. Hè. Ik heb die anoniem gekregen. Er zijn mensen, ook in het parlement, die wellicht die de brenger van die mails kennen. Het is op zich een interessant verhaal. Ze moeten er maar een keer een film van maken. Ja. De essentie... Een filmscenario in? Ja. De essentie van dat verhaal is dat wij maanden aan een stuk zeer inhoudelijke dingen hebben gebracht. Dat we daar heel veel miserie voor hebben gehad om dat boven te spitten. We zijn ook echt naar het buitenland moeten gaan om dat te doen. En het zou die weken 35 zijn van Amerika. Maar natuurlijk, dat is denk ik zelfs beslist als ik zelf nog in de regering zat. Niet door de regering, maar door een aantal mensen van de elite in België. We hebben daar ook mails van gepresenteerd. Hè. Uh-huh. Hè, de dag dat die een bewuste mail opduikt waar ik mijn patat voor gekregen heb, zat er ook een mail in waaruit dat bleek dat mensen uit hogere regionen letterlijk de lobbying. Wie zijn dan die mensen uit de hogere regionen? Maar jullie hebben dat allemaal, al die mails. Dat is de mail waar dat er nooit over gesproken is, die zat er ook bij. Men heeft allemaal over die ene mail gesproken. Ja. Ja, ik zal het u nog een keer geven, het dossier, maar het zegt wel iets. Mm-hmm. En de media moet doen wat dat ze doen, maar je kunt niet negeren wat dat we daar allemaal op tafel hebben gelegd. Mm-hmm. En de show die toen gebracht is in het parlement door de lobbyisten vanuit Amerika te brengen en niet de dossierkenners, van die simpele vragen. Hè. Waarom was de verbindingspersoon met België die hele dossier kent, waarom mocht hij niet naar het parlement komen? Dat zijn simpele vragen. Waarom was dan een lobbyist, een pure lobbyist van een toeleverancier? Ik voel nog altijd kwaadheid en echt een gevoel van we zijn bedrogen. Nee. Je kunt er tegenkomen als je aan politiek doet. Als het over miljarden gaat, kunnen ze veel aan doen. Als ik fraudebestrijding deed,
heb ik ook wat te verwerken gekregen. Hè. Mm-hmm. Ik vind dat niet erg, anders moet ik niet aan politiek doen. Ja. Ik heb toen ook af en toe klappen gekregen omdat ik het wel aandurfde om 450 miljoen bij de diamantairs te halen. Ja. Dat ik het wel aandurfde om de afkoopwet te schrappen. En nu, er is in de voorbije jaren, er is voor miljarden afgekocht. Ja. Fernand Huts zit al 5 keer in een dossier van een belastingparadijs. Er is geen één onderzoek bij hem bekend. Maar je moet als gewone mens maar een keer iets verkeerd doen. Nee. Zeg, ik wil nog even ten gronde over jezelf. Ja. Je hebt denk vorig jaar gezegd van, ik weet niet of dat ik weet wat was precies je uitspraak over je voorzitterschap. De precieze uitspraak. Ja, kun je geloven dat ik het niet meer weet? Ja. Ik heb maar, eigenlijk gezegd, als de uitslag zeer slecht is in de steden, dan bestaat de kans dat ik de verantwoordelijkheid aan mezelf hou. En, ja. en dat is iets heel raar, vind ik, als je gewoon de waarheid zegt en geen politiek voorgekoud antwoord geeft, ja. plots was iedereen in de wedstrijd. Ja. Maar ik ga dat toch blijven doen, ze. Ondanks het advies dat ik dat moet afleren. Ik ga dat niet afleren. Voor jezelf, voor volgend jaar. Wat blijf je voorzitter? Doe je het nog graag? Dat is, ja, tuurlijk. Moest ik het niet graag doen, zou ik er niet zitten. Oké. En moeten we dat ook zeggen. Mijn antwoord op die vraag is gemakkelijker. Het wordt opgenomen, hier. Straks moet je naar de koning. Ik weet het, dat is allemaal miserie die in een plastron. Ja. Je kunt je micro niet heftig opspelden en zo. Ja. Ik moet inderdaad naar de koning. Sorry, maar, je was aan het zeggen. Ja. Nee, mijn antwoord is eigenlijk gemakkelijker nu. Mijn termijn loopt af na de verkiezingen. Ja. En dus de leden gaan dat beslissen. Ja. Dat is veel comfortabeler nu na die verkiezing. Maar ik heb 2 en misschien 3 verkiezingen op korte tijd als voorzitter. In Just. Moeilijke omstandigheden. Mm-hmm. En ik ga altijd blijven zeggen, ik ben de eindverantwoordelijke. Ze mogen al doen en zeggen wat ze willen. Want toen dat ik zei, ik ben verantwoordelijk, waren een aantal die zeiden, ja, maar je kunt toch niet de verantwoordelijkheid pakken over wat er in de steden gebeurd is. Ja. Zo gaat dat niet. Je bent voorzitter van een partij, je bent de eindverantwoordelijke punt. Mm-hmm. De vraag, dat doet ook deugd, hè. De vraag na de verkiezingen vanuit de leden, vooral vanuit de leden, niet zozeer vanuit de top, maar vooral vanuit de leden, om toch niet weg te gaan, was ook immens. En dat is ook verantwoordelijkheid. Hè. Als je leden vragen om toch naar die volgende verkiezingen te gaan, moet ook niet. Ja, omdat het zoveel was vanuit de leden. Ah, ja. Dat is mooi omschreven. Maar ben je dan opnieuw kandidaat of dat weet je nog niet? Nee, dat weet ik echt nog niet. Nee, nee, nee. En doe eens want je bent meestal goed om een beetje te voorspellen. Hè. Wat gaat volgend jaar geven, politiek volgend jaar? Ja, ik heb de vorige jaar in uw eindejaarsinterviews een paar dingen voorspeld die zijn uitgekomen. Dat is zo. Wat gaat politiek geven volgend jaar? Er zijn 2 mogelijkheden. We zitten nu in een modus dat de partijen... niet meer nadenken over besturen. Uh-huh. Dat is nu al een hele tijd dat iedereen denkt in termen van campagne en dat de partijen aan het rekenen zijn in zetels en mogelijke regeringen. Ja. Dat is afschuwelijk eigenlijk, want al die analyses die nu komen over de begroting en de economie, het rapport van deze regering, is, als je het vergelijkt in Europa, een ramp. Uh-huh. Hè? Slechtste economie, het gaat achteruit. De begroting is altijd maar aan het verslechteren, de armoede stijgt, dat is een ramp. Mm-hmm. Eigenlijk is men daar niet meer mee bezig, het gaat over de inschatting van... Dus men is bezig met campagne en met inschatting van zetels. En dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel is er een uitslag die bestendigt wat dat de huidige situatie is. En dan gaan we heel lang weer moeilijkheden hebben om te besturen. Ja. Hè, de regio's kunnen zeer snel gaan. En dan onbestuurbaarheid federaal. Ofwel komt er een andere uitslag. Maar dan moet het radicaal iets anders zijn als nu. Ja, maar dat kan, hè. Ja. Want de peilingen in aanloop naar verkiezingen, die zijn zelden goed geweest. De sprongen gebeuren op het einde. Ja. Dus je hebt nog hoop? Iedereen heeft hoop, ja. Anders moet je niet meedoen. Hè. Mooi. Goed. Misschien nog een laatste vraag, omdat we hebben een reeks met al je collega-voorzitters ook. Is er iets dat je anderen toewenst? Ja, ik... Wat wens je Bart de Wever toe, bijvoorbeeld? Ik wens hem veel sereniteit toe. Ja. We leven in een wereld waar de spanning tussen mensen veel, veel, veel is toegenomen. Ja. Ik was zelf jong in de jaren 90. Ik bedoel, de universiteit en student. En toen was er ook rechtsextremisme. Dat was de opkomst van het blok. Ik heb zien vechten in Gent. Ja. Maar mensen waren verdraagzamer en fatsoenlijker. Ja. En de politiek heeft dat zelf gekeerd. Niet alleen, hè. Dus moet 19 dan het jaar van de politiek fatsoen terug worden? Ik mag het hopen, ja. En de 2, verdraagzaamheid en fatsoen, zou heel fijn zijn voor 19. En niet alleen aan 1 voorzitter, hè. Ja. Aan allemaal en ook aan mezelf.
Heel mooi. Dankjewel, John Combe. Alsjeblieft.